Dus uitleg over I Shot the Sheriff. En hij begint dan met een tune. Oh ja, wat ik nog even bij wil vertellen. Je hebt de Eric Clapton uitvoering. En je hebt de Bob Marley uitvoering. Daar ga ik straks nog iets meer over vertellen. Wat het verhaal is. Hij begint bij de riff. En de riff ziet er als volgt uit bij het intro. En daarna zet hij dus in naar de chorus, de refrein. Dus nog een keer. Dan is het akkoord waar hij mee begint is een G mineur. Je kan een G mineur zo pakken. Of klein. Maar dan heb je het volgende. Je kunt hem dus als ritme, en dat is bij wat je ziet bij Bob Marley, ook eigenlijk bij Eric Clapton, het is een beetje een reggae-slag. Wat is nou de typering daaraan? Het is dat je 1 en 2 en 3 en 4 hebt. Dus heb je eigenlijk 1 en 2 en 3 en 4 en 1 en 2 en 3 en 4. En dan krijg je dat echt dat gevoel dat het een beetje heen en weer gaat, en dat geeft dat relaxte gevoel wat je vaak bij de reggae hoort. Ziet als volgt uit. Als ik een klein stukje mee zou zingen, krijg je dit. 1, 2, 3, 4. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. Oh, oh. All around in my own town, trying to track me down, to bring me in guilty for the killing of a deputy. For the killing of a deputy. And I say, riff. 1, 2, 3, 4. I shot the sheriff, but I swear it wasn't self-defense. Oh no. Nou, dat is dan tevens ook het einde. Ik heb er even ingekort. Maar er komt nog een refrein, er komt nog een vers. Dubbel eigenlijk. Voordat hij eigenlijk naar het outro, het echte einde gaat. En dan speel je eigenlijk die riff als het einde. Speel je. Oké, heel veel succes.